We komen naar de vereniging van de week. Het is de Maastrichtse Luchtvaartclub. En bij mij zit de voorzitter Henk Bastings. Ja, we hoorden ze al over vliegen, want jij doet model vliegen. Ja. Ja, en uw club, hoe lang bestaat die al? 73 jaar, dit ja, jaar. Een van de oudste clubs van Nederland. Dat klopt, ja. Ja, een bijzondere club dus. Ja. Zitten er dan een minste bij van het heel Nederland? Nee, dat zijn voornamelijk lui die dus in Maastricht en omgeving wonen. Ja, maar ik heb me voorstellen dat Limburg natuurlijk wel een mooi gebied is om te gaan modelvliegen. Oh, die kunnen wel gasten, vliegers komen van anders. Ja, die bij ons dan een dag of een middag of iets dergelijks vliegen. Ja, ja, ja. En hoe lang doe jij dat zelf al? Ik, dat is of 20 zeg maar. Oh, echt? En hoe is dat dan? Hoe is je er ooit bij gekomen? Word je ooit zelf piloot weer? Of? Ja, dat is een jongensdroom realiseren, hè. Ja. Ja, het zijn niet de kleinste vliegtuigjes die je hebt metgenomen, die hier allemaal liggen? Nee, er bestond hele kleine uiteraard. Ja. Niet dat veel die allemaal in de club hebben, maar ze bestonden echt miniatuur tot nog wel het grotere. Nog groter dan wat hier op tafel ligt. Ja, maar eens een keer hier even zo de studio willen rond laten vliegen, maar dat gaat helaas niet lukken. Hè. Dan hebben we geen camera meer over aan het eind van het programma. Ja, wat is dan de passie van modelvliegen? Kun je me dat uitleggen? Ja, dat is toch natuurlijk een beetje piloot zien. Ja. En omdat ze niet erin zit, kunnen ze met deze dingen dus wat een piloot dikst niet in het maag. Ja, zoals de meest bijzondere loopings. En, ja, dat soort dingen. Maar zijn dat dan speciale technieken die ze dan? Want door ligt dus de afstandsbediening, hè? Hoe werkt dat dan? Nou, elke knuppel wat ver zeggen. Ja. Dit is links, rechts, dan bedienen ze dit roer met. Ja. Dit is normaal of de gaas. Maar dat kan bij andere toestellen kunnen dat remmen zijn. Want een zwever wil ze ook wel eens dit kunnen remmen. Oké, okay, ja, dat is natuurlijk ja, die schakelaars, dat is afhankelijk van dat kind ze landingsgestellen met doet knap. Klappen of bepaalde instellingen veranderen. Dat is allemaal afhankelijk wie ze programmeert. Ja, ik kan me voorstellen dat er ook wel eens gaat misgaan, dat er een vleugel tuurlijk gaat er ons mis, ja. We gaan het straks over hebben hoe ze dat dan weer oplossen en of ze dat dan weer zelf moest gewoon repareren. Ja, als je nu toe denkt van nou, ik wil ook wel eens met mijn vereniging BTV Limburg te gast zien, dat kind natuurlijk. Je kind aan mailen naar limburgvandaag@tvl.nl. Henk Bastings. Ja, we hadden er veel reclame over dat die dingen toch best wel gevoelig zijn, hè? Nou, ze kunnen natuurlijk veel hebben, maar ze gewoon altijd op de eerste meter kapot, hè? Ja, wat zijn dan de dingen die dan aan dat eerste stuk gaan? Dat ligt eraan natuurlijk wat er gebeurt, maar valt dat vleugels breken bijvoorbeeld. En dan, kunnen ze die dan weer zelf maken of moesten die dan weer nou, anders... Nou, dit is bijvoorbeeld een beginnelingentoestel. Dat is van Zoom. Oh ja, 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 ja. En dat is heel gemakkelijk te plakken met het prachtige cyanidolie. Oh. Die 5 seconden behaald. En dat zit weer. En dat zit weer. Dat mensen, ik moet natuurlijk niet 100 stukken liggen. Nee, 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 nee. En dat is het verder van die beginnelingen dingen. Dus dat is een beginneling vliegtuig. Maar dit, ik bedoel, heb je dit zelf gemaakt? Of hoe kom je aan de vliegtuigen? Nou, over het algemeen tegenwoordig zijn het bouwpakketten. Je kunt zo gaan zelf bouwen uiteraard. Dat kan allemaal. Maar dit zijn kunst of rompen. En dat is, dat willen we allemaal gemaakt. En dan zien de meeste lui niet ook bereid te kopen. Ja, want is het eigenlijk duur om dat zelf te gaan maken? Nou ja, wat heet duur. Om te beginnen met modelvliegen bedoeld zo. Voor een gans toestel. Ja, echt om zo'n heel toestel te gaan maken. Ja, als je dat gans van nul af aan wil maken. En natuurlijk eerst de nuttige mislukkingen in koopmans nemen. Want dat lukt natuurlijk niet de eerste keer. Prima. We zijn het over met bezig. Hè? Dat best wel even bezig. Ja, maar dan bouw je in hout, hè? Dat jij wel. Oké, okay, ja. Ja, we hebben het beelden van een vereniging, hoe je bezig zit. Of foto's zien het. We zien nog hier. Misschien kun je er wat over vertellen. Daar zit je de groeten van een kist bijvoorbeeld. Dit is... Oh, ik moet zeker. Dat is ook een einde log. Ja. Want met hoeveel man zit je dan op zo'n middag of op zo'n dag? Ja, dat varieert. 15,
Aan wedstrijden, ja, dan kan het wel mee zien natuurlijk. Want wat gebeurt er dan precies op zo'n wedstrijd? Waar werd daarop gelet? Nou, een wedstrijd zoals daar bijvoorbeeld, ja. Dat team, dat vang je allemaal tegenin. Dan krijg je een tijd op van 3 minuten 20 seconden voor het algemeen, ja. Ongeveer. En dan mag je maar 3 minuten 20 seconden vliegen, exact. Elke seconde krijg je strafpunten. Oh ja? Ja, en bovendien moest je op het doel landen. En elke... ja, afhankelijk van wie doelen samengesteld of een lijn is of een punt, krijg je per afstand, was er een krijg je ook strafpunt. Ja. En dan heet het natuurlijk om de beste te zien. En hoe scoort jij in een club? Zit je een van de topscorers? Nee, voor zijn de laatste tijd gaat vroeg dan gewoon. Oké, dat heb je mooi gezegd. Nee, mijn zoon blijft beter als ik. Ja. Oh, ook je zoon doet het ook. Ja. Dus het zit echt in de genen. Ja, in de genen. Dat is juist over, hè. Als pa zich ergens verinteresseerd en bezig is, dan doen de kinderen dat. Denk ze, oh, hoeft niet altijd hetzelfde te zien. Nee, maar dan kreeg voor de verhuurder al een vliegtuig. Misschien is het zo ooit ontstaan. Nou, ja, maar het interesseert hem ook. Ze gewoon met. En, ja. Hè? Leuk. Het is echt een familie-aangelegenheid. Het kan heel gezellig zien, ja. Ja, dat we nu nog zo'n goeie Surinaamse kok erbij hebben. En ja, dan moet je zo meteen even een goed woordje met haar spreken. Ja, ik kom zo meteen nog een keer bij je terug. Mocht je naartoe denken van, nou, dat lijkt me ook wel leuk om met mijn vereniging bij TV Limburg te gast te zijn. Het kan van alles zijn, een sportvereniging of zoals nu een vliegvereniging. En of dat je met heel veel man zit, dat kan allemaal een kindje opgeven door een mailtje te sturen naar limburgvandaag@tvl.nl. Ik ga vliegen. Ik ga naar de Maastrichtse luchtvaartclub, naar Henk Bastings. Ja, maar ik ben benieuwd, heb je misschien binnenkort nog een leuk evenement of iets waar we heen kennen? Nou, we hebben afgelopen zonder een evenement gehad. Dat was gewoon een goed tentoonstelling van allerhande toestellen die in de club aanwezig zijn. En voor de rest, maar dat is nog een wedstrijd mei, of iets? Of? Dan is weer het drie steden treffen. Dat is Koblenz, Neuss en Maastricht. Ja. Die gaan dan de wedstrijd tegen Nederland. Dat wordt spannend. Ja, daar hopen we weer bovenaan te komen. Ja, ik ga het echt best doen. Ik vond het hartstikke leuk dat je hier wordt. Om je het meer bij te brengen van de vliegkunst. Ja, goed. Dankjewel. Ja, dat mocht een aantal hebben kennen. Kunnen bereiken, ja, want die kennen zich gezien nog steeds op zoek naar nieuwe leden. Ja, leden kennen we altijd. Ja, je kent altijd nieuwe leden geboeken. Nou, dus kom allemaal naar de Maastrichtse luchtvaartclub. Ja, dames en heren, wilt je zelf ook met de vereniging in de uitzending komen? Dat kind, nogmaals, stuur dan een mailtje naar limburgvandaag@tvl. Ja, we zijn